het hoogtepunt van de nieuwjaarsreceptie. De onthulling van de nieuwe spelersbus. Het was een beetje zoals de laatste 15 jaar bij FC Eindhoven. Soms heel moeilijk, maar als je er maar hard genoeg aan trekt... komt het altijd goed. Mede mogelijk gemaakt door externe partijen deze bus. Want FC Eindhoven maakt na een moeilijke periode een paar jaar geleden weer een groei door. Maar nog altijd zit de hand op de knip. Ja, we werken al een paar jaar met financieel beperkte middelen. Dus het zijn met name de mensen die bij FC Eindhoven het verschil maken. En groot compliment aan de samenstellers van de selectie. Degene die de budgetten bij elkaar brengen. En met name de technische staf die er toch in slagen om met de spelers die we hebben. En dat zijn jongens met heel veel talent en heel veel groeimogelijkheden toch ambitieus te zijn in de top 3 van de Jupiler League. Ja. En dat het nu zo goed gaat met de club, zowel financieel als op het veld, vinden de fans natuurlijk prachtig. Hartstikke goed. Dit jaar gaan we weer promotie spelen. En misschien dat het beter gaat. Ze moeten gewoon zo een beetje bovenaan blijven doorspelen. Eredivisie moet je nooit doen. Misschien 1 keer voor de centrum, maar daarna niet meer. Vorig jaar was het een beetje minder. He, want toen hebben we verloren van Volendam. Had nooit moeten gebeuren natuurlijk. Want als we van Volendam hadden gewonnen, hadden we nu in de Eredivisie gestaan. Zeker weten. FC Eindhoven is tegenwoordig niet meer alleen op het veld een merk. Ook in de zaal gaat het goed met de club. Maar ook daar kunnen nog verschillende verbeteringen plaatsvinden. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, de zaal die kan voller. Uiteindelijk kan het spel natuurlijk altijd beter. Dus daar gaan we zeker hard aan werken. De eerste wedstrijd na de winterstop van FC Eindhoven op het veld is tegen Dordrecht aanstaande vrijdag. Het is de eerste stap op weg naar de play-offs, want dat is voor FC Eindhoven het sportieve doel dit seizoen.